Jas. Wat heb jij daar? vraagt Rientje. Ik zie je vacht bijna niet meer. Het is een jas, zegt Henriette, tegen de kou. Hij staat je mooi, zegt Rientje. Hoe kom je eraan? Van mijn oma gekregen, zegt Henriette. Ik had eigenlijk geen jas nodig, maar deze zijn erg in de mode. Ik zou ook al een jas willen, zegt Rientje. Een stoere met ruiten. Dan moet je er zo een aan je moeder vragen, zegt Henriette. Ik zou graag een jas willen, zegt Rindje als hij thuiskomt. Een mooie jas uit de winkel. Mama zit naast de kachel. Ik zal eens kijken wat ik voor je doen kan, zegt ze. En uit haar tas pakt mama een grote bol rode wol. Wat ga je doen? vraagt Rindje. Ik ga een lekker warm jasje voor je breien, zegt mama. En al snel tikken haar breipennen druk tegen elkaar aan. Na een tijdje pakt mama een bol gele wol. En daarna weer rode. Het worden strepen, zegt Rintje. Kun je ook ruiten breien? Hm, ik kan wel strepen breien, zegt mama, maar ruiten, dat lukt me niet. Als de lap met strepen klaar is, maakt mama vier gaten. Die zijn voor Rintjes poten. Kom eens hier, zegt mama. Kijk of die jas goed past. Ze trekt de jas over Rintjes rug. En aan de bovenkant zitten vier grote knopen. Het is een vlotte streepjesjas, zegt mama. Heel sportief. Rintje kijkt in de spiegel. Sportief, denkt hij. Ik vind het geen gezicht. En hij kriebelt verschrikkelijk. Daar ga ik niet in lopen. Snel bijt hij alle vier de knopen van zijn jas. Mama schrikt. Wat doe je nou? Hij stond je juist zo leuk. Ik wil geen kribbeljas, zegt Rintje boos. Dat is iets voor bibberige schoothondjes. En niet voor stoere honden zoals ik. Mama pakt de gestreepte lap, stopt de gaten dicht en legt hem in Rintjes mand. Zo, als je dan geen gestreept jasje wil, dan maar een lekker dekentje. Rintje kruipt in zijn mand. Hij gaat op zijn nieuwe deken liggen. Ook stoere honden houden van een warme mand, denkt hij en tevreden valt hij in slaap.